Dag Mark. Dag Willy. Ja, hey, proficiat met wat je vandaag weer doet, hè? Ja, het is leuk. Het is vol plein, leuke mensen, 35 artiesten, dus top, fantastisch. Er is maar één zender meer die voor die artiesten zorgt in Vlaanderen, ook in België zelfs. Ja, dat klopt. We zijn intussen de grootste themazender van Vlaanderen geworden, dus er is absoluut interesse voor wat wij doen. Op radiovlak is het vrij kalm, toch zenders qua marktaandeel is er niks, dus we zijn ja, de speler die het moet waarmaken, klopt. Hoe houdt de mensen dat vol, zoiets? Wel, ik heb een heel fantastisch team dat ontzettend leuke dingen doet. We hebben denk ik tussen 12 of 13 tv-gezichten. Mensen die op de redactie meewerken, mensen die technisch dingen doen. Dus ik ben een gelukkig mens. Als je kijkt hier, de backstage bestaat uit meer dan 100 mensen. 23 mensen aan het werk, technisch en met opnames en presentatie. Dus iedereen doet zijn taak en ik kom hier deze middag om 1:30 toe. En het is 6:00 en het hele verhaal staat klaar met camera's, met regiewagen, met podium, met geluid, visagie. Dus ik vind het leuk dat iedereen zijn plekje gevonden heeft. Ja, dan is er al een financiële plaatje. Je moet dat rondkrijgen, niet evident in de huidige tijd. Dat is zeker niet evident, maar ik moet wel zeggen dat de reclamemarkt pikt aardig aan. In het begin was er wat zoeken. Muziek, was het wat zoeken. Maar uiteindelijk we hebben een heel breed muzikaal palet, een heel breed muzikaal aanbod. En dat pikt de reclamemarkt gretig op in. En dan samenwerkingen als deze, want de Stad IJsmuiden die sponsort uiteraard mee dit soort evenementen. En daar zijn we bijzonder blij mee, samen met Vlaanderen Feest trouwens, met de Vlaamse gemeenschap. En dat zorgt ervoor dat we dit kunnen mogelijk maken. Ja. Krijgt de mens dan veel respons, dankbaarheid van de artiesten die je ondersteunt? Ja, absoluut. We zijn daar blij mee. Het jammer natuurlijk, er zijn heel veel artiesten vandaag, een 35-tal, super gelukkig. Er zijn er ook een 25, 30 die geen plekje hadden. Niet dat het niet goed was of het tegendeel, maar je hebt maar zoveel plaatsen. Dus het aanbod, er zijn heel veel mensen die beginnen zingen. We kunnen echt wel die stimulans zijn voor de Vlaamse muzieksector. Dat is heel tof. Maar er zijn eigenlijk bijna plaatsen tekort. We zouden deze middag kunnen beginnen zijn om 2:00 en eindigen zijn om 10:00 en alleen maar opnemen. Maar ja, dat kan je niet doen natuurlijk. Dus het is er is een enorm aanbod. We hebben die stimulans kunnen zijn voor de Vlaamse muzieksector die we wilden zijn. Dus. We staan nu backstage. Kinderachter zijn de optredens op een groot podium, hier op de markt, de grote markt van IJsmuiden. Ziet u er iets van dan? Wel, het leuke is dat ik vanavond niks doe. Alles is georganiseerd. Ik kan rustig tijd maken voor mensen van de pers, voor de artiesten, om ze een praatje te maken, om te kijken waarmee ze bezig zijn, om te informeren naar de nieuwe dingen die ze aan het doen zijn. En dat is tof, dat is een stukje PR-werk. Wat erbij hoort en wat belangrijk is. En ik heb daar de tijd voor op een avond als deze. En dat is tof. Dat is ook dankzij de mensen die hier namens Ment vanavond aan het werk zijn. Dus het is een beetje genieten vandaag? Het is genieten. Ik ben zeer graag bij mensen, zeer graag bij artiesten. Ik heb heel veel vrienden hier, dus echt wel genieten, ja. Wel bedankt, Mark. Succes nog, hè? Dankjewel.